Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Achter mij is de Albert Heijn. En ik heb het signaal gekregen in de DM via jullie dat hier vuurwerk zou liggen. We gaan dus dadelijk gelijk naar binnen om te kijken wat ze hebben. Want ik weet dat de Albert Heijn altijd supergoed vuurwerk heeft. Die pakketjes van Partyland zijn meestal heel erg goed en goedkoop. Dus we gaan gelijk even naar binnen kijken wat ze hebben. Ze hebben wel een ander assortiment dan vorig jaar. Want dit is allemaal van Partyland zo te zien. Maar je zou snel je vergissen in dit pakje, want ik dacht net dat dit pillenkwekkers waren. Maar als je op de achterkant kijkt, knalerwten. Dus die laten we liggen. Je hebt ijsfonteinen, sterretjes en dit pakket. Op zich wel interessant. Pillenkwekkers zitten hierin, Thunderbombs, Magic Whip, oftewel knetterlinten. Maar dan heb je ook een grotere variant daarvan. En dat is de Universe Power pakket. 13 euro. En die heb ik hier al liggen. Dan moet je kijken wat er allemaal in zit. Pilly Crackers, Magic Whip, Blinkies, Red Flame. Ik weet niet, allemaal gekke dingen. Dus die gaan we halen. En van welk... Wat je ook hebt, de Sparkling Night, 130 stuks voor 10 euro. En dan gaan we voornamelijk natuurlijk voor die fonteinen die erin zitten. Want die prijs is zeker te doen als je kijkt naar de andere winkels. 10 euro voor dit pakketje, zeker de moeite waard. We komen voornamelijk voor deze twee pakketjes. Dan gaan we dat even testen op locatie. Kijken voor jullie of het de moeite waard is. Nou jongens, wat hebben we gehaald? Heb jij aanstikken trouwens? Dat ene pakket waarvan ik al zei ik ben benieuwd. Er zitten allemaal kleinere dingers in. Waaronder pillycrackers, blinkies... En allemaal andere zooi, ook zelfs knetterlinten zag ik. Waar ik het meest benieuwd naar ben is dat fonteinenpakket. Dus laten we daar maar mee beginnen. We hebben even alle fonteinen daar zo neergezet. De Disco Fever, laten we daar maar mee beginnen. Ik ben echt benieuwd, want die pakketjes waren een paar jaar geleden zo goed. Oké, als dit het enige is... Slecht hè? Wow, yo, alleen maar effect, joh? Nee, toch? Oké, dat is heel slecht. Magic Sparks. Doet die wel wat dan? Behalve alleen effecten? Hey, dat valt toch tegen, jongens? Ondanks dat het maar 10 euro was... Valt het toch echt tegen? Dan hebben we ook nog de Color Dance. Ha. Volgens mij mag crackling niet meer, joh. Komt wel veel rook vanaf. Ik ben benieuwd of die andere wel wat heeft dan, qua crackling. Dan is daar nog de Show Lights. Ja, deze is wel fel. Eerlijk is eerlijk. Hij is wel fel. Maar eerlijk is eerlijk, jongens. Voor deze fonteinen kom ik niet mijn bed uit, man. Wat hebben we hier nog meer? De Crazy Flash hebben we hier nog. Nee, geen crackling, man. Teleurstellend. Het enige wat eraf komt zijn wat vonkjes. Hebben we nog de Sky Thunder. Nou, Thunder staat voor knal, toch? Nee, pakketten zonder crackling bij de appie, jongens. Jammer. Even tussendoor dan de pillycrackers proberen. Zijn rood. Check maar. Kan je beter de PTD knetters hebben, gek. Eerlijk. Heb jij die andere aansteken? Nee, wel lullige knettertjes, man. Heel zacht is het ook. Ja, het zijn lullige pillycrackers.
zoals ik al zei, je kan beter de PTW knetters hebben. De rook blijft wel lekker hangen. Ik hoop dat jullie een keer een video in de avond leuk vinden. Normaal doen we het overdag. Wat hebben we hier? De Shining Stars. Nou, dat moet echt wat voorstellen, gek. Sommige fonteinen knallen, dus kijk er mee uit. Nee joh. Hey, triest man. Volgens mij mag er bijna geen crackling meer zitten in kat 1 of zo, joh. Heel triest. Wel een lekker rookie. We hebben heel dit pakket gestookt. En ik zeg eerlijk, het is niet veel soeps. En laat trouwens ook even allemaal weten, jongens, of jullie naar de Aldi gaan. De Aldi heeft namelijk vanaf zaterdag weer vuurwerk. En eerst leek het erop dat ze een heel erg karig assortiment zouden hebben. Maar uiteindelijk hebben ze best wel leuke pakketten. Zo zijn de fonteinen terug, de pakketten. En nog meer pakketten, vuurwerkmeterpakket. Ik ben benieuwd hoe die fonteinen zullen zijn. Maar als ze zijn zoals hier bij de Albert Heijn, dan zijn ze echt heel slecht. Ja, jongens, ik maak even voor jullie dit pakket open. Thunderbombs laten we liggen. Pilly crackers hebben we net getest. Maar hoe is de Magic Whip dan? Magic Whip is deze. Even openmaken. Er zitten knetterlinten in. En eigenlijk weet ik al het resultaat. Als ik het zo net heb gezien uit de pakketjes. Moet kijken. Het zijn wel lange knetterlinten. Gewoon even een stooksessie. Wauw. Jongens, ik zeg je eerlijk. Ik heb nog nooit zulke slechte knetterlinten gezien. Dat zijn dus de knetterlinten, jongens, van de Albert Heijn. Nou, totaal niet de moeite waard. We hebben nog wel deze pakjes. Red Flame. Hey, even serieus. Kijk naar mijn handen, gek. Helemaal onder de kruid. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Dat... Zo. Er komt wel kracht vanaf, man. Alleen mijn hele hand onder. Dit is dus effect wat van de blinkies afkomt. Want een aantal jaar geleden had de Albert Heijn toch goed vuurwerk, jongen. Niet normaal. Nu zijn het echt van die pakketjes die allemaal aan de regels gehouden worden. Dus ik ben super benieuwd naar de Aldi komende zaterdag. Helaas is het niet de moeite waard om bij de Albert Heijn categorie 1 vuurwerk te kopen. Een aantal jaar geleden had je die kleinere pakketjes die je ook vaak bij de macro had liggen. En daar kwam een gigantische knetter vanaf. Ik ben benieuwd of jullie komende zaterdag naar de Aldi gaan, jongens. Laat het even weten in de reacties. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En morgen gewoon weer een video. Later.